Dag dames en heren, hartelijk welkom bij deze online lezing van het Haags Gemeentearchief, die geheel in het teken staat van 75 jaar bevrijding in Den Haag. Vandaag gaan we het hebben over het Malerfeest van 1920 en dat gaan we doen met Frits Zwart. Hij is directeur van het Nederlands Muziekinstituut en daarvoor werkte hij onder andere als conservator bij de muziekafdeling van het gemeentemuseum Den Haag. Hij heeft een hele muzikale familie, hij komt uit een organistenfamilie. Hij studeerde muziekwetenschap in Utrecht en hij is de belangrijkste biograaf van Willem Mengelberg en daar is hij ook op gepromoveerd in 1999. En 17 jaar later produceerde hij een tweede deel van deze biografie. Een bijzondere gast dus vandaag, dames en heren. En wij gaan het hebben over het Malerfeest van 1920. Hartelijk welkom, Frits. Dankjewel. Bij dit interview. Ik zou je willen vragen, waarom heb je eigenlijk gekozen voor het onderwerp Malerfeest? Vooral ook in verband met het thema 75 jaar bevrijding. Ja, nou, dat is natuurlijk ook een thema, actueel thema vandaag. Maar er was ook gepland een Malerfeest in Amsterdam. Mm-hmm. Nu aanstaande mei, of liever gezegd net voorbij. Hè. In mei was een groot Malerfeest gepland. En dat kon helaas door die hele corona-affaire niet doorgaan. Dus iedereen dacht toen het begon met corona van, oh, hoe zit het met dat Malerfeest? Daar zouden dan in Amsterdam in een kleine 14 dagen alle symfonische werken van Maler worden uitgevoerd. En daar zou ik dan ook een paar lezingen houden enzovoort. Dus het was heel spannend. Mm-hmm. En het is dus ook afgezegd, zoals natuurlijk zoveel muzikale vertoningen en allerlei andere voorstellingen. En ik had voor het Malerfeest gekozen omdat het nu 100 jaar geleden is, dit jaar, dat het eerste Malerfeest werd gegeven in 1920. En toen was dat feest ter ere van het 25-jarig jubileum van de toenmalige dirigent Willem Mengelberg. Mm-hmm. Nou, toen is er in 1995 een tweede Malerfeest geweest. Dat was ook al heel bijzonder, want de logistiek van dit soort organisaties is echt heel ingewikkeld. En nu was er dus een derde Malerfeest op komst, wat helaas dan in ieder geval voor een deel verschoven wordt naar volgend jaar. Aha. Maar het echte Malerfeest en ook het, laat ik maar zeggen, het bijzondere was in 1920. Nu is het ook bijzonder. Maar toen was het bijzonder omdat Mahler toen nog niet een algemeen erkend componist was. Hij was wel in de vakkring natuurlijk erkend. Ja. Maar zo geliefd als Mahler nu is, was hij toen nog niet. Nee, ik heb zelf me natuurlijk een klein beetje zitten voorbereiden. En ik kan me voorstellen dat er wel degelijk een relatie is te leggen met 75 jaar bevrijding. Want wat ik bijvoorbeeld las, onder andere, is dat het Malerfeest van 1920 ook vooral gezien werd als vredesconferentie van Amsterdam. Dat was een van de aanduidingen. En dan had je een componist, Alfredo Casella, die ook aanwezig was. Die had het over het verzoenend karakter van het Malerfeest. En bijvoorbeeld de Musical Courier, dat is een blad wat destijds werd uitgegeven. Dat schreef, more than a music festival, it has been a peace conference, the most genuine peace conference that has been held. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat er wellicht een relatie is met het. Kunnen we daar ook iets van leren? Dat is inderdaad zo. Het is natuurlijk in eerste instantie bedoeld, dat feest van 1920, als een groot muziekfeest. Mm-hmm. En omdat in 1920 de Eerste Wereldoorlog natuurlijk maar net voorbij was, kreeg het, doordat er allerlei muzici en belangstellenden uit alle Europese landen kwamen, die, laat ik maar zeggen, 2 jaar ervoor nog tegenover elkaar hadden gestaan, mm-hmm. Kregen dus dat vredesachtige karakter. En het is grappig als je dat terugleest in de pers, in de recensies uit de jaren, was men daar in Nederland niet zich zo van bewust. En eigenlijk meer de buitenlanders, die deel hadden genomen aan die oorlog, die waren zich dus veel sterker bewust van de gevoeligheden daarvan. En dat je kon dus aanwijzen van, ja, die heeft in de loopgraven gelegen, bij wijze van spreken, tegenover een vertegenwoordiger van dat land. Dus dat was, ik denk dat heel moeilijk was voor sommige mensen. Als je daarover wat meer in verdiept, met dat tijdschrift onder andere, dan lees je ook dat dat voor mensen een emotionele, sterke emotionele kant had, die op zichzelf natuurlijk niet zoveel met de muziek te maken had. En toen Mengelberg daarover werd geïnterviewd, al in 1919, heeft hij inderdaad
op dat aspect gewezen, op dat vredesaspect. Ja, want ik lees ook dat hij heeft gezegd tegen die musical courier: I hope that this little international series of ours may be a sort of peaceful festival in which we all may join. Ja. Is dat echt zijn intentie ook geweest? Hij is natuurlijk niet de organisator. Maar... Nee, maar dat, ja, hij zegt het zelf. Dus ja. Dan kan ik daar niet aan twijfelen op zichzelf. Nee. Kijk, zijn verre neef, achterneef, werkte ook bij het Concertgebouw. Ja. En had eigenlijk initiatief genomen al een paar jaar daarvoor. Omdat hij wist, ja, dan en dan is dat jubileum van de grote Mengelberg. En het werk van Mengelberg concentreerde zich onder andere op die... het brengen van die symfonieën van Mahler. Mm-hmm. En die achterneef, die kwam zelf uit Duitsland. Die was er natuurlijk wel heel goed bewust van de situatie zoals die was. We hebben natuurlijk allerlei vluchtelingen uit België, onder andere in Nederland gehad. Dus men was zich hier wel bewust, en zeker dit type mensen, cultureel onderlegd, dat daar... nogal wat gevoeligheden lagen door die Eerste Wereldoorlog. Nou, de Nederlandse pers minder eigenlijk dan de internationale, begreep ik. Ja, als ik dat lees, dan wordt daar heel oppervlakkig over geschreven eigenlijk. Ja, heel apart. Ja. En, maar kun je dan inderdaad spreken dat een neveneffect van van dit feest... behalve dan dat het voor het 25-jaar jubileum was van Mengelberg... Ook dat het inderdaad een soort vredesbijeenkomst was... omdat mensen elkaar opnieuw ontmoeten. Ja. En in die zin is er ook een connectie met het thema van... Dat is waar. Ja. En ongezochte... dus het thema was eigenlijk muziek. En als een soort bijeffect had het ook dat verzoenend karakter. En kun je zeggen dat muziek verbroedert in dat opzicht? Dat kan. Voor sport. Ja, ja. En dat zeker bij Mahler. Ja, dat werd natuurlijk toch gelukkig door al die aanwezigen... gezien als de grote componist. En dat was natuurlijk de verbindende factor. Mm-hmm. Inderdaad... het was dus inderdaad voor dat 25-jarige jubileum. Daarnaast had het als bijeffect dat het een soort vredesfeest ook was. Mm-hmm. Wat was eigenlijk de betekenis voor de internationale muziekwereld van dit festival? Nou, dat is tweeledig. Eigenlijk, de grote betekenis was natuurlijk dat ineens dat oeuvre van Mahler op een ongelooflijke manier op de kaart werd gezet. Mm-hmm. Dus... wij waren daar in Nederland al een beetje aan gewend. Want Mengelberg die voerde steeds de symfonie uit. Die drukte dat eigenlijk door, zou je kunnen zeggen. Bij het publiek, want het publiek vond dat niet a priori mooi. Liepen zelfs mensen weg uit de zaal. Mensen weg. En Mengelberg had het allemaal in de gaten. En die speelden dan tussen de delen snel door. En allemaal trucs om te zorgen dat de mensen die muziek moesten... luisteren. Ook dat hij het programma andersom deed. Ja, soms, dat heeft hij ook een keer gedaan. Ja. Dat om mensen te verhinderen de zaal te verlaten. Ja. Dan was er voor de pauze, als ik niet vergis, een symfonie, de vierde geloof ik, van Mendelssohn. En na de pauze dan de eerste symfonie van Mahler. En dan zonder dat aan te kondigen, laat hij de eerste symfonie voor de pauze spelen van Mahler. En die symfonie van Mendelssohn na de pauze, waardoor dus de mensen enorm overvallen werden en dus ook niet meer weg konden natuurlijk. Allemaal, ja, ik zou zeggen, listig om maar jouw doel te bereiken. Namelijk om het publiek te overtuigen van de schoonheid van de muziek. Ik heb ook begrepen dat het licht werd gedimd. Omdat in het begin men de neiging had ook om het vooral als een ontmoetingsplaats te zien en zo. Ja, dat wordt natuurlijk nog steeds gedaan eigenlijk. Hè? Het licht in de concertzaal is aan en als het gaat beginnen, dan dempt men het licht. Ja. Dus daar kun je ook wat moeilijker weglopen, want dan moet er meer uitkijken. Dus het was... om die muziek nu in één keer in 14 dagen al die stukken te laten horen. Wat een enorme opgave is. Kolossaal, hè? Ja. Want als je dat nu vergelijkt met Amsterdam, 2020, maar ook in 1995. Dan komen er 4-5 orkesten uit andere delen van de wereld. En ook 4-5 dirigenten. En toen was het in 14 dagen één dirigent en één orkest. Ongelooflijk. Wat een ambitie ook. Nee. Het is een grote ambitie, maar het zou ook niet meer kunnen. Want dat mag dan niet van de arbeidsinspectie, bijvoorbeeld. Nou, en de symfonieën van Mahler zijn natuurlijk ook instrumentaal gezien niet eenvoudig. Hè? Nee. De strijkers en de blazen, ja, dat is hard werken. Ja. En dus dan zet Mengelberg die staalkaart neer van al die stukken.
voor het Nederlands publiek ten dele voor dat daar aan gewend is. Maar buitenlanders, Sir Adrian Bolt, als ik me niet vergis, heeft daarover geschreven. Hij is een beroemde dirigent. Die kwam als waarnemer en die schreef dan voor een van de Engelse kranten. En die mensen, en hij vertolkt dat dan, die keken hun ogen uit of die luisterden hun oren uit. Dat je dus één orkest hebt wat dat allemaal kan. Want er was toen, kun je rustig zeggen, in 1920 geen één dirigent die al die symfonieën kon dirigeren, had gedirigeerd. Of een orkest wat al die symfonieën had gespeeld. Maar het vergde ook gigantisch veel, zou ik denken, van het orkest zelf. Ja. Want hij was niet zo makkelijk naar de mensen. Het was kunnen zeker straks geen makkelijke dirigent. Nee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een Olympische prestatie. Ja. Staalkaart van het kunnen van het orkest, ja, van de dirigent. En een enorme pleidooi voor de muziek van Mahler. Ja, de vraag was net vooral over de betekenis voor de internationale muziekwereld, maar inderdaad ook de rol van Mengelberg ten opzichte van Mahler. In welk opzicht zou je kunnen zeggen was Mengelberg met name belangrijk voor de reizende ster van Mahler? Kijk, Mahler heeft in 1902 de derde symfonie in Krefeld in Duitsland voor het eerst uitgevoerd. Ja. Daar was Mengelberg bij, met veel anderen natuurlijk. En toen heeft Mengelberg, die is als door de bliksem getroffen door dat werk, en heeft zich vanaf dat moment enorm ingezet voor de muziek van Mahler. En dat was niet vanzelfsprekend. Want Mahler's muziek werd niet door iedereen zomaar geaccepteerd. Hè. Mensen vonden het veel lawaai en dit en dat. Dat is te lang. Dus het was voor het publiek moeilijk. Voor de spelers was het moeilijk. Hè. Die hadden er ook niet altijd evenveel zin in, zou je kunnen zeggen. En voor de dirigenten, maar natuurlijk ook dirigenten die vonden het helemaal niks, die muziek. Dat is grappig. Als Mengelberg dan na 1920 in Amerika gaat dirigeren, en dan probeert hij ook weer met die Mahler stukken te komen. New York Philharmonic, bij de New York Philharmonic. Heeft hij ook groot gemaakt, hè? Net als het absoluut. Ja, daar heeft hij net zo hard meegewerkt als met Amsterdam. Ja. En na verloop van een paar jaar wordt het dus ook een fantastisch orkest. Nou, hij gaat dus hetzelfde doen. Hij wil zijn evangelie van Mahler uitdragen. En dan lees je in de dagbladen van, ja, die Mengelberg kan het nou wel doen in Nederland. En die Nederlanders zijn zo gek om een Mahlerfestival te doen. Maar dan moet hij hier niet meer aankomen. Hè, want wij willen dat niet. Zo. Mm-hmm. Nou, dus ja, dat is fascinerend natuurlijk om te zien dat iemand zich volkomen vastbijt in zo'n componist. Daar de grootheid van ziet. Hè. Hij zegt dan in 1904, Mahler is de Beethoven van onze tijd. Dat heb ik gelezen, ja, inderdaad. Ja, ja, dus dan zet je iemand zo hoog neer. Hè, ja, want Beethoven is natuurlijk de orkestcomponist. Nou, en dan heb je, wat is het, 50 jaar later, weer een componist die je daarna vernoemt. Dan is dat natuurlijk van een enorm eerbetoon. Ja, hij heeft hem ook een paar keer uitgenodigd. Hè? Ik geloof in 1903 en een paar jaar later nog een 1903, keer. 1903, 1904, 1906 en 1909 is Mahler hier geweest. Hij heeft zelf het Concertgebouworkest gedirigeerd. Ja, ja. Ja. Ze hebben uitstapjes gemaakt, hè, gewoon sightseeing. Zaandam en zo, ja. Ja, en ook hier in Den Haag, in Scheveningen. Met Freud heeft hij gepraat over zijn vrouw, geloof ik, allemaal. Ja, dat klopt. Maar daar wist Mengelberg niks van. Nee, dat ging niet zo goed, ja. Dus dat ging stiekem, zeg maar. Ja. Maar Mengelberg heeft geprobeerd hem zoveel mogelijk hierheen te krijgen. Maar ja, zoals nu ook. Als je een dirigent wil hebben, moet je echt heel erg van tevoren boeken. Want die mensen zijn natuurlijk met hun eigen ensembles enzovoort, ja, gewoon volgeboekt. Hij was vooral aan het componeren in de zomer, hè? Zijn drie zomerhuisjes. En hij was, geloof ik, ook hoofd van het concertgebouw in Wenen, begreep ik. Hè? Ja, van de hoofdoper en van de Wiener Philharmoniker, inderdaad. Ja, dus dat was natuurlijk een drukke baan waar heel veel van hem gevraagd werd. Dus tijd om veel erop uit te gaan om ergens anders te dirigeren was allemaal lastig. En hij stond dus voor het Concertgebouworkest, was daar zeer van gecharmeerd, omdat ze ontzettend gedrild waren door Mengelberg. Ja. En Mengelberg die had dan de gewoonte om ook ter plekke aantekeningen te maken, om die muziek goed te kunnen interpreteren. Wat kunnen we daar eigenlijk van leren, van die aantekeningen? En wat gebeurt er vandaag de dag nog mee? En hebben wij die in ons archief, in het archief van het NMI? Wij hebben het Nederlands Muziekinstituut, wat onderdeel is van het Haagse Gemeentemuseum, een aantal jaren. Daar is het hele
archief van Mengelberg bewaard in de depots. En een belangrijk onderdeel van dat archief zijn wat je dan noemt directiepartituren. Dus alle partituren waar hij in gestudeerd heeft en waar hij uit gedirigeerd heeft. En Mengelberg deed dat dus altijd met een overvloedig schrijven in die partituren. Ja. Rood potlood, blauw potlood. Ja. Ja. Dat loopt op een gegeven moment helemaal door elkaar. Ja. En dat geeft dus visueel al een mooi beeld, want dan al die kleuren. Want hij deed dat echt meer dan welke dirigent ook. Maar je noemt nou Mahler. Nou, Mahler is natuurlijk voor Mengelberg de belangrijkste componist. En hij schreef daar allemaal uitspraken op die Mahler deed tijdens de repetities. En dan schrijft hij daar later ook nog eens een keer bij. Ja, op mijn erewoord, dat heeft Mahler gezegd. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus dat waren aantekeningen die hij van belang achtte voor de interpretatie van de muziek. Ja. En dan gaat het over de intensiteit, over de betekenis of allemaal dat soort opmerkingen. En hij noteert ook alle tempi. Ja. En dat zijn natuurlijk eigenlijk de tempi die Mengelberg zelf gebruikte. Maar gezien de vereering van Mengelberg voor Mahler is het voor de hand om te veronderstellen dat dat een groot deel overeenkomt met de interpretatie van Mahler zelf. Ja, want later is men toch ook erachter gekomen, bijvoorbeeld dat Adagietto oorspronkelijk heel erg veel sneller werd gespeeld dan bijvoorbeeld in Visconti's Death in Venice. Ja, Visconti, dat kennen de mensen waarschijnlijk wel. Dat is heel gedragen en heel Dood dramatisch. In Venetië, ik heb dat stuk ook op die manier leren kennen. Ja, schitterend vind ik het. Is heel prachtig, maar daar word je heel. Ja, het is geen vrolijke muziek, zou je zeggen. En het is. En dan liefdesverklaring later, was het, hè? Het was een lied, dat schrijft Mengelberg in zijn partituur. Ja, dat is een prachtige illustratie waarom dat belangrijk is. Dit is de enige bron waardoor wij weten dat Mengelberg hem heeft verteld, en Alma ook, dat het bedoeld was als een soort liefdesverklaring aan Alma. En dan heeft hij ook nog een gedichtje erbij gezet op de woorden waarvan je die melodie kunt zingen. En dat is een prachtige illustratie waarom dus die partituren van belang zijn. Hè? Ja. Dus het kan voor de muzikale uitvoering, kan zijn voor de achtergrond van het ontstaan van de muziek. Hij schrijft ook Mengelberg allemaal sfeeruitdrukkingen in die muziek. Ja, het kan bijna niet anders of hij heeft dat rechtstreeks uit de mond van de componist. Ja, ook wel heel ontroerend als je ook bedenkt dat dat huwelijk nou niet zo heel goed liep. Nee. Er zat ook heel veel escapades ernaast. Ja. En allerlei belangrijke personen. Gropius, geloof ik. Ja. En Klimt zelfs heeft zijn relatie mee gehad. Ja. Ja. Nee, dat is een beetje treurig. Maar waar het natuurlijk om gaat. Dus en er zijn al heel veel dirigenten bij deze partituur geweest om te kijken wat schrijft Mengelberg, waar ik als dirigent wat aan heb. Hè? Want elk stuk wat je uitvoert roept bepaalde vragen op. Ja. Hè? Niet elk stuk is even makkelijk. Dus dan is het toch vaak bij dirigenten die dan denken, nou, hoe heeft hij dat gedaan? Ja. En daar vind je dus, omdat hij zoveel aantekeningen maakt, heel veel van terug. Ja. En zie je ook heel vaak mensen bijvoorbeeld uit Amerika, New York Philharmonic Orchestra, hier komen om inderdaad die partituren te bekijken met die aantekeningen. Bijvoorbeeld Ricardo Chailly, daarvan weet ik dat hij dat wel heeft gedaan hier ook. Ja, Chailly die kwam ongeveer elk jaar wel een keer. Mm-hmm. En dan gingen we meestal samen een groot deel van de dag in zo'n partituur kijken wat er nou eigenlijk precies stond. En dan schreef hij het over voor zijn eigen aanwijzingen. Mm-hmm. En dan ontcijferen, want dat is natuurlijk toch vaak gekriebel van Mengelberg, wat niet voor als je het voor het eerst ziet, dan is dat lastig te lezen. Mm-hmm. En als je daar dus, zoals ik, wat langer mee omgaat, wordt dat steeds makkelijker. En Chailly heeft dat dus echt ingedronken, die aanwijzingen die Mengelberg heeft gegeven in die partituur om die muziek dus beter te kunnen verklanken. Heel gepassioneerde persoon ook, net als Mengelberg zelf, denk ik. Als het gaat om Mengelberg, het was natuurlijk vooral een feest ter ere van zijn 25-jarig jubileum. Ja. Ook zijn zelfbeschouwing, daar wil ik het even over hebben. Hij noemt zaken als het aan mij door God gegeven talent. Ik heb een neiging voor het meest verhevene. Ik voel me getrokken tot het hogere. Kun je
commentaar geven over de zelfbeschouwing van Mengelbergen als persoon. Hoe zag hij zichzelf eigenlijk? Ja, deze dingen die jij nou noemt, die zijn ook religieus te duiden. Hè? Hij was Rooms-Katholiek. Ja. En hij was zich dus heel goed bewust van hoe je dat zou zien. Namelijk dat je talenten van God hebt gekregen. Zoals in de katholieke kerk dat wordt beleden. Dus dat is, vind ik op zichzelf, een mooie, laat ik maar zeggen, afhankelijke positie waar hij zich in stelt. En hij is zich dus daar in dat citaat bewust van dat hij daar ook wat mee moet doen. Mm-hmm. Dus dat klinkt sympathiek. Mengelberg was natuurlijk in de ogen van heel veel anderen een grote ijdeltuit. Want het was, dirigenten staan natuurlijk altijd in het middelpunt op een bepaalde manier. Dat wil ik straks ook naar je wel hebben, ja. Dus dat is al een aparte verschijningsvorm als muzikus. En Mengelberg was natuurlijk ook heel zelfbewust. Anders kun je ook bijna geen dirigent worden, denk ik. Want je moet natuurlijk leiding geven, en zeker in die tijd, leiding geven aan de muzikale interpretatie. Mm-hmm. Jij bepaalt hoe die interpretatie gaat. Mm-hmm. En dat is bij de muziek van Mahler, maar ook bij heel veel andere componisten, vraagt dat natuurlijk ook om hele specifieke inzichten en overtuigingen. Dus Mengelberg was natuurlijk, er werd door iedereen ook bewonderd. Hè? Ja. Was natuurlijk een ongelooflijk begaafde man. Hè? Ja. Bij zijn afstuderen, hij had pianist kunnen worden, dirigent en componist. Dus allemaal even goed. En dan kiest hij dus uiteindelijk voor het dirigeren. En dan merk je dat hij zich heel goed bewust is van zijn kwaliteit. Hij was een alleskunner. Mm-hmm. En als dirigent is hij natuurlijk gaandeweg tot de groten der aarde gaan behoren. En de kennis van Mengelberg is natuurlijk voor heel veel mensen weggeëbt. Maar als je het gewoon meet in de jaren 20, 30, ja, dat is de wereldtop. Ja, ja. Dus was, een tijdje lang was hij een van de meest geliefde Nederlanders, ja, geloof ik. Ook, de ja. meest geliefde zelfs. Ja, en er was nog iemand anders die een drenkeling had geholpen, geloof ik. Dat was ook een probleem. Dat gaat dan. Ja, sportlieden, een Mengelberg en een vorstin. Maar hij zat altijd in de drie hoogst gewaardeerde personen. Maar als het gaat om zijn zelfconceptie, het aan mij door God gegeven talent en zo, en neiging voor het meest verhevene, is dat misschien ook nog niet een beetje 19e eeuws romantisch? Want toen kwam echt dat idee van de kunstenaar met grote K op, van Gogh, de miskende kunstenaar, terwijl het daarvoor vooral ook vaak als vaklieden werden gezien. Dat kan heel goed. Kijk, bij Mengelberg moet ik door dit citaat onmiddellijk denken aan de Matthäus Passion. Ja. Hij is daar in 1899 mee begonnen. Ja. En dat is een jaarlijkse traditie geworden. En dat beleefde hij ook heel intens vanuit zijn eigen katholieke achtergrond. Dus het was een theatrale vertoning. Ja. Maar het was ook van iemand die heilig gelooft in dat hele schouwspel en die hele vertoning. Dus daar komt alles bij elkaar. En dan heel dramatisch. En hij beleefde dat dus ook heel dramatisch. Maar het is met waar. Hij heeft het dan ook over Jezus de Verlosser. Hè? Dat is ook zijn Verlosser. Dus mm-hmm. Hij heeft dat geïnternaliseerd. En het is een, zou je kunnen zeggen, ook een effectvolle uitvoering, hè, waar het uiterlijk natuurlijk ook een rol speelt. En dan kun je voorstellen, een concertgebouworkest toen, met een koor van, niet zoals tegenwoordig van 10, 20, 30 mensen, maar van 400 man. Hè, dus dat is een enorme vertoning, letterlijk en figuurlijk. Ja, het was echt ook een man van drama. Hè? Hij was steeds schitterend ziek ook. En schrijf je ergens, het was iemand met heel veel veel drama. Egocentrisch is natuurlijk ook. Hè? Ja. Toch alles was gericht op zijn persoon. En ook de muziek uiteraard. Dus het is moeilijk te onderscheiden. Het ging hem natuurlijk echt wel om de muziek. Maar hij wil natuurlijk ook gloriëren. Dat zie je in alles eigenlijk. Ja. En als het inderdaad gaat om de beschouwing van Mengelberg door het publiek. Het was de populairste Nederlander in de jaren 20. En hij heeft ook een gedenkboek gekregen.
Het waren 7 banden in Marokijn met bladgoudopdruk en in een kabinet. En beroemde kunstenaars als Chris Lebeau, Bellaag, Jan Torop, Jan Sluiters, die hebben eraan meegewerkt. Ook met portretten van Mengelberg. 200 internationale prominenten waren aanwezig. Prins Hendrik ook, geloof ik. Persoonlijkheidscultus. Hoe zag het publiek Mengelberg in de 20e jaren en waarin verschilt dat met de waardering van topdirigenten in deze tijd? Mengelberg was natuurlijk in 1920, maar even als eikpunt, hè, een godheid. Mm-hmm. Iedereen kende Mengelberg. Mm-hmm. Dat is niet meer te vergelijken met vandaag. Hè. Niet iedereen kent er is op het moment geen dirigent, maar de bekendheid van de dirigenten van het Concertgebouw Orkest nu, ja, het is zo'n andere tijd. Maar toen, ik heb een interview gelezen met een zangeres die dat nog heeft meegemaakt, die ik ook gesproken heb. Die vertelde toen, ja, iedereen was daar vol van. De trams of de waren versierd met vlaggetjes van dat Maderfeest. Dus de culturele positie van het Concertgebouw betekende iets in die tijd. Dat is natuurlijk, kun je niet meer voorstellen, op die manier. Hè? Dat is allemaal, ja, de balans is naar hele andere zaken gegaan. Maar Mengelberg behoorde dus, daarom was hij natuurlijk ook een van de meest geliefde Nederlanders, de nationale trots. Ja, ja, dat met name, wat ook in de 19e eeuw heel erg opkwam. Mengelberg gaat in 1921 naar Amerika, de nationale trots. Hij gaat daar Nederlands glorie brengen, ja, zeg maar. Ja. Dus zo voelde hij dat ook. Als een ambassadeur van het Nederlandse culturele leven, de muziekwereld. Ja. Dat was natuurlijk ook allemaal veel kleiner. De communicatiemogelijkheden waren veel beperkter. En als je er terug gaat lezen, de kranten stonden natuurlijk bol van dat hele Malenfeest en alles eromheen. Dat was zo'n internationaal feest. Dat is misschien nu in attentiewaarde misschien te vergelijken met het Songfestival. Misschien is dat is een onerbiedige vergelijking. Dat zie je gelijk. Maar hè, dat domineert dan op een gegeven moment heel erg in rond zo'n Songfestival. Ja, toch was het ook wel enigszins elitair. Want ik hoorde bijvoorbeeld kritiek van de Nederlandse pers over het Malenfestival, dat die kaartjes veel te duur waren, ja, voor het gewone volk. Ja, nou ja, goed, dat is iets van alle tijden, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, dus dat is nu natuurlijk net zo goed. Ja, dat is zo. En met welke bekende persoonlijkheid zou je hem nu kunnen vergelijken? Hij was natuurlijk wereldberoemd ook, hè? Niet alleen in Nederland. De bekendste dirigent die we volgens mij ooit hebben gehad. In Nederland, zeker. Kijk, de bekendheid van een Mengelberg, dat is nu te vergelijken met sporthelden. Mm-hmm. Ik kan niemand verzinnen eigenlijk in de muziekwereld, die, of misschien in populaire muziek, maar ja, het is allemaal zo anders geworden. Wij kijken zo anders. Mm-hmm. De belangstelling is natuurlijk ook, nu is de klassieke muziek een niche aan het worden. Mm-hmm. Ja. En af en toe dan gloriëren we daarmee. Maar in die jaren, dus 100 jaar geleden, was dat een echt bepalende factor in het Amsterdamse culturele leven. Mm-hmm. Nou, het aanbod natuurlijk is zo gigantisch tegenwoordig. Ja. En Mahler was daar de verpersoonlijking van. Ja. En wij leefden dus ook mee met hem. Hè? Dus al zijn avonturen in het buitenland, er wordt allemaal over bericht in de kranten. Ja, ja, ja. Het was een compleet andere wereld. Ja, het was ook veel kleiner. Zelfs de langer die over nadenkt, zelfs de minder te vergelijken is. Ja, ja, ja. Ik begrijp het. Maar goed, toen kwam de oorlog en toen is hij in diskrediet geraakt. De Völkische Beobachter, die had een interview met hem. En hij zou getoost hebben op de capitulatie van Nederland. Heeft dat later ontkend. En er is een heel veel gedoe over geweest. En toen is hij van zijn enorme voetstuk gevallen. Jij bent op een gegeven moment ook voor je tweede deel van de biografie ben je naar Zwitserland getogen. En heb je daar een bezoek gebracht aan zijn zomerhuis, Casa Mengelberg. En daar heb je onder andere stapels kranten gevonden van de Völkische Beobachter. Met aantekeningen van hem. Ja. Wat deed dat met jouw perceptie van Mengelberg? Wat schreef hij precies? En ja, met name jouw beeld ook. Heeft dat het ook aangetast? Er zijn heel veel aspecten aan dit onderwerp.
in het zomerhuis wat Mengelberg voor zichzelf had laten bouwen in Zwitserland, vind je dus allerlei spullen die hij daar heeft gebruikt. En dus ook kranten. Gek genoeg waren die nooit weggegooid. Dus er lag een enorme stapel, ook de Telegraaf bijvoorbeeld, uit de jaren 30. Dat was een soort mausoleum geworden. Want hij had geloof ik toch ook een vriendin, mevrouw Günther of zo, die als een leeuw alles daar bewaakte en regelde. Ja, mevrouw Günther was zijn verzorgster, zal ik maar zeggen. Ja. En ja, daar wordt dan gespeculeerd van, was dat zo? Nou goed. Ja. Maar Mengelberg was iemand die best wel op de hoogte wilde blijven van het nieuws in het algemeen. Maar die altijd tegen zijn muzici zei, als er weer wat was, ja, je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Maar hij las zelf natuurlijk ook de krant, maar heel onregelmatig. Dus het grappige is dus, dan zie je bepaalde periode, in die zomerperiode krijgt hij dan dus kranten toegestuurd. Ook de Maasbode. En daar vond ik dus inderdaad die exemplaren uit 1933 en 1934 en niet van later van de Völkische Beobachter. Nou, de Völkische Beobachter was het partijblad van de nazi's. Hè? Ja. En het opvallende is dat hij heeft niet in elke krant zitten schrijven, maar een aantal kranten. En dan gaat hij dus aantekeningen maken, eigenlijk net als in zijn partituur. Dus dan zie je, het zijn ook meestal het eerste blad, tweede blad, derde blad. Nou, dan is het wel ongeveer afgelopen. Nou, een krant is meestal toch 24 bladzijden of zo. En dus het is heel merkwaardig om te zien dat hij dan die eerste twee, drie bladzijden, daar zit hij wat bij te kalken. En dan is waarschijnlijk zijn belangstelling alweer afgelopen. Maar op de voorpagina staat natuurlijk het grootste nieuws. Dus daar ging het om een reden van Hitler in de Rijksdag, of wat voor reden dan ook, en van allerlei andere partijbonzen, die dan, dat staat dan verkort of soms helemaal in die krant afgedrukt, en Mengelberg heeft het dan gelezen en die onderstreept ongeveer alles wat erin staat. Dus dat devalueert dan ook in het belang. En, maar af en toe dan schrijft hij alle in het huis dan lezen. Dat was dan in het Duits schreef hij dat. In Zwitserland sprak hij altijd, dat was de voertaal Duits in dat huis. En dan heeft hij dus allemaal aantekeningen gemaakt waar je uit kunt concluderen dat hij enorm vervuld was van de Führer, Hitler. En dat hij dus, daar verwachtte hij heel veel van. En dan lees je ook over economisch herstel en over dit en dat succes. Dat is natuurlijk allemaal successen, worden daar in die krant genoemd. En daar is hij enorm over opgetogen. Dus ik vond dat in het eerst, toen ik dat voor het eerst zag, best wel chockerend. Aan de andere kant, later heb ik dat toch iets meer in perspectief leren zien. 1933, 1934, ja, dat is het begin van het. Heel veel Duitsers dachten zo, hè? Ja, heel Duitsland ging daar natuurlijk in mee. Vooruitgang, ja. En in Duitsland was het natuurlijk, de jaren daaraan voorafgaand waren puinhoop. Hè? Enorm. Was een enorme chaos. En hij was zelf ook van Duitse origine. Ja, zijn ouders kwamen uit Duitsland. Hij was hij voelde zich enorm verbonden met de Duitsers, hè, Duitse cultuur. Dus hij huldigde natuurlijk zoveel de idee van, ja, Nederland is eigenlijk een provincie van Duitsland. Hè, dat, ja. Dus daar waren heel veel mensen die dachten zo over. Dus vanuit die optiek kan ik een zeker enthousiasme wel begrijpen. Ja. Maar het vervelende is natuurlijk bij Mengelberg dat hem nooit de ogen zijn open gegaan. Kun je zeggen dat hij een bepaalde mate van naïviteit had hierin? Ja, ik vind dat niet echt naïviteit. Het is meer, vind ik, een blind zijn voor negatieve kant dat bleek later ook, hè? Die blindheid. Ja. Ook voor andermans weinig empathie eigenlijk. Hij had wel empathie als hij met leed geconfronteerd wordt van jou persoonlijk. Mm-hmm. Dus het overkwam Mengelberg heel vaak, ook in de jaren daarvoor, dat hij brieven krijgt van arme mensen. Of mensen die, kunt u een goed woordje voor me doen? En dan zie je, het is allemaal bewaard, brieven, enveloppen daarvan. Dan schrijft hij voor zijn vrouw, geef deze arme stakker Tilly, 10 gulden of zo. Wat in de jaren 30 een groot bedrag was. Hè? Ja.
Dat is minstens 10 keer zoveel in euro's. Ja. Dus dat deed hij heel vrijgevig. En dus op het moment dat hij dan persoonlijk om hulp wordt gevraagd, waarvoor dan ook, is hij behulpzaam. Ja, want hij is toch ook naar Saïs Inkwart uiteindelijk gegaan voor de Joodse orkestleden, begrepen. Hè? Ja. Ja. Hoewel Tilly niet zo verguld was van Joodse mensen, begrepen. Die was wat antisemitisch. Kijk, zij had inderdaad antisemitische trekjes, trekken. Er werd in de jaren 30 natuurlijk heel anders over de Joden gesproken dan tegenwoordig. Hè? Mm-hmm. Dus het was toch in heel veel kringen bon ton om daar een beetje neerbuigend over te spreken. Mm-hmm. Dus dat deed zij ook. Mm-hmm. En daar heb ik eigenlijk op die manier Mengelberg nooit op kunnen betrappen. Dat hij daar, dat heeft hij toch eigenlijk heel, hij heeft het wel een keer gedaan voor het orkest. Daar had hij het over een Joodje in Berlijn of zoiets dergelijks. Maar deed Diepenbrock in de jaren 20 ook over Schoenberg. Hè? Maar hij is toch ook gestopt in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog met het spelen van stukken van Joodse componisten? Ja, maar goed, hij is niet gestopt. Hij mocht niet meer. Hè? Okay, Dus dat is wel een nuanceverschil. Ja. Maar goed, om even terug te komen op die kwestie met Saïs Inkwart en de Joodse muzici. Kijk, de Joden moesten op een gegeven moment in 1941 uit het orkest. Ja. En dat nam Mengelberg niet. Die zei, maar daar wordt mijn orkest, hoe noem je dat, aangetast. Ja. En dan zei hij ook nog erbij, het zijn ook nog eens de beste muzici van mijn orkest. Dus toen is hij een paar keer bij Saïs Inkwart geweest om te bepleiten dat de Joden langer in het orkest mochten blijven. Nou, dat is dus niet gelukt. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk, want die Duitsers waren op dat punt natuurlijk onvermurwbaar. Maar goed, hij heeft zich daar wel voor ingezet. En weliswaar is hij daar natuurlijk ook door gestuurd, hè, door het bestuur, door Rudolf Mengelberg, zijn neef. Zijn neef die toen directeur was van het concertgebouw. Dus, maar hij heeft dat dus wel gedaan. En hij heeft ook voor allerlei individuele mensen brieven geschreven om ze te behoeden voor deportatie of wat voor. Oh, dat pleit toch wel voor hem, zou ik zeggen. Absoluut. Dus hij had ook kunnen zeggen, sorry hoor, die Joden, daar doe ik niks voor. Nee. Hij heeft zich daar, en zeker voor de muzici, absoluut voor ingezet. Maar goed, aan de andere kant, de Groene Amsterdammer schrijft over jou in 2016 een uitspraak die je hebt gedaan over zijn persoonlijkheid. En dan zeg je, het is moeilijk te begrijpen en teleurstellend dat Mengelberg alleen met zichzelf, zijn miskenning en zijn verbanning bezig was. Ja. En zich niet uitte over het verschrikkelijke lot van de Joden en over de talloze anderen die in de oorlogsjaren waren omgekomen. Ja. Zijn narcistische houding getuigt niet van veel aanleg voor zelfreflectie. Hij was een groot dirigent en onverantwoordelijke persoonlijkheid met triviale, kinderlijke trekken. Ja. Hij is veelvuldig, schitterend, dramatisch, ziek, zeg je, heel komisch. En dan blijkt verder ook uit interviews die op YouTube zijn te zien met orkestleden dat hij weinig empathie had voor mensen en vaak ook een denigrerende houding. Hij noemde de koordames uitgepeste citroenen. of uitgedroogde citroenen, dat is natuurlijk niet zo flatterend. Mijn vraag was, zou je kunnen zeggen dat Mengelberg in zekere opzicht een narcistische man was, of narcist zelfs, of narcistische eigenschappen had? En moet je dit zijn om als dirigent de top te bereiken trouwens? Vraag me af. Nou, dat laatste natuurlijk niet, maar ik zou niet zeggen dat Mengelberg een narcist is, maar wel narcistische trekken heeft natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, als het gaat over die dames die hij dan typeert, die koordames, dat zijn natuurlijk momentopnames. Hè? Het is niet zo dat hij bij elke repetitie op die manier zich uit. Hè? Nee, want hij sprak naar buiten toe zeer lovend over het orkest. En hij maar wordt naar binnen natuurlijk toe ook op handen gedragen. Hè? Ja. Dus er zit altijd een wonderlijke, hoe noem je dat, tweeslachtigheid in. En dat geldt ook voor de orkestleden. Hij kon heel vervelend zijn tegenover muzici die het niet goed deden. Ja. En dan kon hij ze ook aanspreken. Hè, dus meneer. En dan zei hij altijd, niet meneer Jansen of Pieters of hoe ze ook heette, maar meneer de klarinet. Ja. Dus ik denk dat het op dat moment ook ging om de klarinetist en niet om meneer Jansen.
Hè, dus het was niet artistiek niet goed. En daar, daar sloeg hij op aan, zeg maar. Dus daar, heel veel dirigenten doen dat dus niet. Hè. Dat is, als je nu orkestleden individueel aanspreekt bij een repetitie, nou, dat wordt je niet in dank afgenomen. Was toen natuurlijk al net zo. Ja. Maar goed, Mengelberg was dat betreft, ging die volkomen zijn eigen gang. En die interviews waar jij aan refereert van orkestleden. Kijk, de goede orkestleden werden ook nooit op die manier dwarsgezeten. Ja, hij kon ook complimenten geven. Ja. Want hij zei ook tegen een van die geïnterviewde orkestleden van, nou, wie is jouw leraar geweest? Ja. Die heeft goed werken afgeleverd, ja, zei hij. Dus ja. Het is moeilijk om dat in een perspectief te zijn van vandaag. Hè, want wij zijn natuurlijk een volkomen gedemocratiseerd volkje. En ook dus in dit soort ensembles en orkesten. Toen waren de gezagsverhoudingen natuurlijk volkomen anders. Hè? Ja, tutoriëren was toen niet aan de orde, bijvoorbeeld. Nee, dus de afstanden. Afstand, ja. Als je die mensen spreekt, die muzici, of die leven nu allemaal niet meer. Maar daar is er geen één, die, of er is maar een enkeling die ooit zelf met Mengelberg heeft gesproken. Nee. Dus het tegenspreken van een dirigent, ja, dat was. Dat kwam vrijwel niet voor. Nee. Dus nou, daar heeft Mengelberg natuurlijk ook van geprofiteerd. Want als je verder teruggaat in zijn carrière, hè, in 1895... dan wil hij eigenlijk als een soort broeder van die orkestmuzici zich manifesteren. Mm-hmm. Nou, dat lukte niet. Want ja, het is toch 100 man tegen 1. Hè. Zo liggen de verhoudingen natuurlijk. Ja. Maar goed, hij heeft zich dus dan voor orkestmuzici ingezet in de oorlog. En dat is absoluut een. Dat pleit voor hem. Maar dat betekent niet dat hij altijd even aardig was, natuurlijk, tegenover al zijn mensen. Nee, dan heb ik inderdaad ook nog een algemene vraag over zijn houding in de oorlog. Hij is natuurlijk uiteindelijk veroordeeld. Hij is min of meer verbannen. In eerste instantie voor altijd. Hij mocht nooit meer spelen. En na 6 jaar zijn we. In Nederland, hè? In Nederland, ja. En daarna zijn we. Ja, maar hij kon natuurlijk ook. Hij had geen paspoort, dus hij kon nergens. Ja, nee, maar dat is waar. Maar even kijken hoor. De Ereraad voor Muziek, die dan in 1945 oordeelt dat hij nooit meer mag dirigeren in Nederland, die stelt dat vast. Toen dat gedoe met dat paspoort, wat hij dus niet kreeg, kwam niet van die Centrale Ereraad af. Mm-hmm. Dus Dat kwam van het ministerie af. Dus er zijn dan mechanismen die gaan werken, waardoor hij niet meer zich totaal niet meer kan bewegen. Maar in feite had hij gewoon in waar dan ook mogen dirigeren. Ja, ja. Maar goed, hij was zo gehaat, zeg maar, werd zo tegengewerkt, dat het daar niet meer van is gekomen. Ja, want toen het weer toegestaan werd, toen was hij eigenlijk. Toen was hij bijna dood. Ja, toen was hij. Zou je kunnen zeggen dat die houding van Mengelberg, die valt dus eigenlijk wel te verklaren. Hè? Daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Dat is ook een vraag van mij. Zijn er nog verder verzachtende omstandigheden in dat opzicht? Hij heeft dus ook gepleit voor orkestleden. Wat zijn verzachte omstandigheden? Kijk, je moet. Je had het straks over naïviteit. Daar geloof ik niet zo in. Want hij wist best wel wat er gebeurde. Mm-hmm. Vrienden van hem hadden hem ook al gewezen op de positie van de Joden. Mm-hmm. Dit is dus bij herhaling gebeurd. En dan zie je op een gegeven moment, wat ik wel heel frappant vind, in oktober 1940. Dan gaat het over de programmering. Eigenlijk iets eerder. In augustus, september 1940 gaat het over de programmering van het orkest. Mm-hmm. En dan staat er op het programma Mahler, Mendelssohn en Hindemith. Mm-hmm. En die programmering was natuurlijk al veel eerder gedaan. Dus dan wordt het concertgebouw op het matje geroepen bij Seyss-Inquart. Van, hè, dat kan niet, want dat is verboden muziek. Mendelssohn, Mahler, Joden, Hindemith, entartete muziek. En dan gaat de secretaris, de impresario van Mengelberg, gaat met het Rijkscommissariaat onderhandelen over die programmering. Aha. En dan krijgt hij voor elkaar dat Mengelberg mag nog 1 keer een Mahler-symfonie dirigeren. Maar dan zegt het bestuur van het concertgebouw, dat moesten we maar niet doen, want we moeten de Duitse bezetter niet voor het hoofd stoten. En dan zegt Willem Mengelberg, dat pik ik niet. Ik doe
Mahler. Ik sta erop dat ik Mahler doe, want Mahler is mijn levenswerk. Daar staat hij dus op zijn strepen voor die Joodse componist Mahler. En diezelfde Mengelberg, die dan dus ook weet dat het eigenlijk niet kan, of dat het de laatste keer is en zo, die zegt dan bijvoorbeeld in Dresden en ook later in Wenen, ja, de mooiste muziek die er is, die mogen jullie niet spelen. Maar die tijd komt weer. Mm-hmm. Dus dat is voor Mengelberg, denk ik, geen bewust verzet, maar een instinctieve reactie. Hè? Zonder nadenken, het voelt zich niet gehinderd door een overheid of wat dan ook. Het interessante is dat de dirigent in Dresden, die hem dus had uitgenodigd, Paul van Kempen, die is daarvoor op matje geroepen. En die doet dan alsof dat incident niet heeft plaatsgevonden, of Mengelberg dat niet heeft gezegd. Het was dus absoluut niet zonder risico om dat soort dingen zomaar te zeggen voor zo'n orkest. Dus ik vind dat wel pleit voor iemand weer. Ja. Hè? Ik zou denken, maar toch, dan lees ik bijvoorbeeld in 2016 dat het Parool schrijft, naar aanleiding van jouw tweede deel van de biografie. Normaal gesproken zou zo'n enorme dirigent tot het pantheon van grote Nederlanders behoren natuurlijk. Maar het Parool schrijft dan in 2016... de kansen op een naar Mengelberg genoemde straat in Amsterdam zijn door Zwarts boek nu in elk geval definitief tot nul geslonken, schrijven ze. Mijn vraag aan jou nu, ook nu we nu hier weer over praten en weer een aantal jaren verder zijn, hoe sta jij hierin, nu we met de viering van 75 jaar bevrijding veel meer afstand hebben tot die tijd? Ja. Want je noemde al nog meer eigenlijk verzachtende omstandigheden over Willem Mengelberg. Het was nou natuurlijk een grootheid van heb ik jou daar. Ja. Dus moeten we nog steeds hem zo bekijken? Nou, ik vind dat ondertussen natuurlijk wel pijnlijk dat wij nog steeds niet kunnen accepteren dat die man in die jaren van Tweede Wereldoorlog en daarvoor afgaan een hele betwistbare rol heeft gespeeld als het over politieke zaken gaat. Maar wij profiteren tot de dag van vandaag van zijn grote daden bij het Concertgebouworkest, bij zijn werk voor Mahler. Wij weten nu wel dat Mengelberg niet zuiver op de gaten was als het gaat om zijn politieke heldhaftigheid. Dat is dan zo. Jij vindt dat er een duidelijke scheiding moet worden gemaakt tussen zijn verdiensten en zijn werk en inderdaad zijn rol in de oorlog. Ja, absoluut. Dus wel een straat naar hem noemen? Nou, ik vind het helemaal niet erg dat dat er niet van komt. Dat begrijp ik nou wel. Ja. Dat misschien voor veel mensen een brug te ver is. Ja. Maar kijk, altijd als er over Willem Mengelberg wordt geschreven, komt er altijd in een bijzinnetje bij dat hij dit en dat fout heeft gedaan. Dan denk ik, dat weten we nou wel. Okay. Er is niemand, zou je bijna zeggen, zo zwaar gestraft als Willem Mengelberg. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Frits, voor dit interview. Ik wil je een cadeautje geven. Het cadeautje dat we altijd geven aan sprekers. En dat is de zogenaamde HIP-tas. En het HIP, dat staat voor het Historisch Informatiepunt. En dat is een samenwerkingsverband waar deze lezing ook van uitgaat. Tussen het Haagse Gemeentearchief, Bibliotheek Den Haag, de afdeling Monumentenzorg, de afdeling Archeologie en het Haagse Historisch Museum. Alsjeblieft. Nou, veel dank. Ontzettend dank. Dankjewel. Dames en heren, ik hoop dat u het interessant vond. Ik zie u heel graag een volgende keer terug. En als u verder wilt lezen naar de onderwerpen die we hebben besproken en ook het programma wilt bekijken, dan verwijs ik u verder naar de websites van het Nederlands Muziekinstituut en van het Haags Gemeentearchief. Dank u wel voor uw aandacht.